Henke Mulder van het popfestival Hopnop, dat zaterdag begint. Jullie zijn hier aan het opbouwen. Hoe staan de voorbereidingen? We lopen voor op schema. We hebben zoveel vrijwilligers gekregen en het weer zit mee vandaag. Het gaat heel goed. Jullie hebben een probleem omdat zaterdagavond om 9 uur de wedstrijd Nederland-Turkije is. Europees kampioenschap voetbal. Hoe gaan jullie dat oplossen? Ja, kijk, je kunt zeggen we hebben een probleem. Het is vervelend. Maar we weten dat een heleboel mensen wel naar Hopnop komen. Ze gaan waarschijnlijk eerder komen, want ze willen Hopnop niet missen. Daar komen al hun vrienden, goede muziek, lekker zitten op het park. In het park, een biertje, glaasje, fris, het mag allemaal. We hebben een slagkooi voor kinderen, we hebben djembe workshops. En we hebben een popband, hippe gasten voor de lagere school. Want jullie hebben het financieel niet zo makkelijk, vooral niet sinds die twee coronajaren waarin het niet doorging. Dat heeft voor de financiële situatie eigenlijk geen effect gehad. Want we hebben geen uitgaven gehad, geen inkomsten gehad. Dus daar hebben we geen last van gehad. Dit jaar hopen we op goed weer. 2 uur lang minder drankomzet gaat pijn doen. Maar iedereen komt terug voor Toon met de Fortunate Sons. Toon is de Almelofse kroegeigenaar die de leider is van de band de Fortunate Sons. Dat is de slottek, dan is de wedstrijd afgelopen. Ja, en geheimpje, Toon gaat door tot 1 uur. Dus mensen kunnen dan makkelijk terugkomen. Tot hoe lang hebben jullie vergunning dan? 1 uur. Dus, om... dus dat programma is aangepast vanwege de wedstrijd? Ja, hij speelt gewoon langer door. Okay. Dus we gaan genieten. En iedereen komt terug en gaat dan allemaal munten kopen, zodat we volgend jaar toch nog weer een Hopnop hebben. Dus ik ga genieten hier. Ik hou van muziek. Hoe lang zijn jullie nou bezig met de voorbereiding voor zo'n festival? Na dit festival doen we een korte evaluatie direct erna, want dan weet je alles nog. En dan gaan we lekker met reces en ergens in oktober beginnen we weer alvast bandjes te zoeken. En dan in november beginnen echt wel los te gaan. Dus dan begint het echt. En hoeveel vrijwilligers zijn er nu 2 dagen voor het begint actief? Vandaag een stuk of 20. Heel mooi dat er ook 2 bedrijven van de Slinger via de Slingerbeurs bij ons zijn. Dat is AA Stad Verzekeringen en Fusion Plaza. Dat is ook weer even genoemd. Dat is een soort uitwisseling tussen bedrijven voor, dat ze iets doen voor een goed doel. Ja, maar dat kan allemaal in Almelo. Hey, dit is een gratis festival. Volgens mij het enige in de... Nee, een van de weinige in de regio. Ja. Je moet het dus van de drank omzetten hebben. Ja. Ja, en we hebben natuurlijk wel grote sponsoren die ons, omdat we gratis zijn, helpen. Onze stelling is, Hopnop moet het meest toegankelijke festival blijven. Er zijn heel veel mensen in en buiten Almelo die nooit een kaartje kunnen kopen. En wij zullen nooit een Hopnop organiseren met ticketverkoop. Dan is er geen Hopnop. Mensen, kom allemaal naar Hopnop. Als je de voetbal wil zien, snappen we helemaal. Maar voor die tijd, na die tijd, het is hier gezellig. Goede muziek, je komt al je vrienden en bekenden tegen. Of neem ze mee als ze het nog niet weten. Kom vanaf 3 uur met de kinderen, met de grootouders en kom genieten van Hopnop.